En Kampong Pinoquet, dat is natuurlijk ook het duel tussen beide broers De Vilder. Daar heb je ze, Dirk en Morris De Vilder. Dirk maakt de afgelopen zomer de overstap van Pinoquet naar Kampong. En broer Morris bleef op het oude nest. En het team van Morris, Pinoquet dus, start goed in deze wedstrijd. Dat is een goede actie van Camille Papa. Eigenlijk nog niks oplevert. Toont wel aan dat Pinoquet niet zonder plan in Utrecht is gekomen. Hier het schot van Lambrug. Net naast het doel van David Hart. Pinoquet voor seizoen tiende. Speelt zich de nauwe nood veilig hier de play-outs. De wedstrijd tegen Nijmegen waren nodig om het vegenlijf te redden. Jesse Meijer in zijn ploeg. Hier Bjorn Kellerman namens Kampong. Hij slaagt er nog niet in om Hidde Brink te kloppen. Brink, de nieuwe keeper van Pinoquet. Die was vorig seizoen tweede keeper bij Kampong. Achter David Hart. Opnieuw Kampong die natuurlijk veel heeft ingeleverd. Constantijn Jonker gestopt, Pierijn Kaspers gestopt. Het gold ook voor Sjoerd de Wert. En voor Philip Meulenbroek wel Robert Kemperman nog. En hij opent de score. Na 27 minuten 1-0 voor Kampong. En nogmaals de aanval van de Utrechters. Die een mooie paas op Kemperman prima uithaalt. En Brink kansloos laat. Maar Pinoquet komt snel met een antwoord. In een 2 minuten wordt een mooie aanval opgezet via deze nieuwkomer Jacob Smith. Nieuw-Zeelander. En die vindt een andere Nieuw-Zeelander. Dat is Marcus Child. Komt in een lastige hoek uit, maar haalt zomaar uit. En klopt David Hart. 1-1. Leuk debuut dus voor Marcus Child, de jongere broer van Simon Child. Die jarenlang bij Rotterdam speelde. Uithaal van Child. Uit de gekke hoek langs Hart. 1-1 dus in Utrecht na een half uur spelen. En Kampong is aan zijn stand verplicht om iets aan die tussenstand te doen van 1-1. En dat gebeurt hier via Bjorn Kellerman. Een heerlijke uithaal. Onderkant lat. Hij zat erin. Hidde Brink kansloos. 2-1 voor de Utrechters. Omdat hij zo mooi is, nog een keer ging vrij snel. Bjorn Kellerman kreeg een duwtje. Maakt niet uit. Spits kan gewoon uithalen. Fantastische goal. En Kampong weer op voorsprong. Robert Kemperman dan. Goal richting cirkel. En daar is Silas Lagerman. Een nieuwe naam bij Kampong. Hij kwam over van Nijmegen. Jong talent, jeugd international. Laat zich gelijk horen. Lagerman met de 3-1. Dat gebeurt na 45 minuten. Pinoquet had iets minder in te brengen dan in de eerste helft. Maar laat ze wel zijn tanden zien. Ploeg van Jesse Meijer versterkt. Onder meer ook met Augustin Batsili. Argentijn overkomen van Oranje-Rood. Hier is het Kampong met Kellerman. Hij vindt opnieuw Brink op zijn weg. Kellerman, goede actie. Houdt het overzicht. Er gebeurt uiteindelijk niks mee. Dat is Luiks. Krijgt hier de bal voor hem vergelopen. Kemperman kan doorgaan. Terwijl Luiks nog op de rond ligt. Kemperman en die bal gaat rakelings voorlangs. Nog niet meer bij de tweede paal. Die bal binnen te werken. Pepijn Luiks kon overigens gewoon verder gaan in deze wedstrijd. Dus net op de grond lag. Hier is hij namelijk met de 4-1. 69 minuten gespeeld dan voor laatste minuut. Pepijn Luiks, nu al evenveel goals gemaakt als vorig seizoen. Toen maakte hij namelijk ook een. De kleine middenvelder uit Brabant. Hier voor de 4-1. En daar bleef het ook bij in Utrecht. Kampong wint de eerste wedstrijd van het seizoen van Pinoquet. En dat duo uit Wales bestaat uit deel Hutchinson en Gareth Furlong. Hutchinson is aanvallende middenvelder slash aanvaller. Furlong een verdediger en een corner specialist. De eerste corner van de dag. Vandaag aan de Oosterplas was voor Den Bosch, voor deze Bram van Groessen. En bekende gezichten met de ploeg van Erik Verboom. De nieuweling is deze nummer 7 van Den Bosch. U kent hem waarschijnlijk wel, Jelle Galema. Overgekomen van Oranje-Rood. Een van de opmerkelijkste nieuwelingen aan de kant van Den Bosch. Ook versterking kreeg van twee Belgen. En het doel Loïc van Doren en aanvaller Sebastien Dokier. Hier valt de 1-0 voor Den Bosch via Arjen Lodewijks. Die attent reageert. En zijn ploeg op voorsprong zet. Dat doet hij tegen zijn oude ploeg Tilburg. Vorig seizoen scoorde hij ook al 2 keer tegen Tilburg bij de wedstrijden. Scoorde hij 1 keer. Nu is opnieuw trefzeker. Den Bosch de betere ploeg. In de eerste helft krijgt kans op een tweede treffer. En die komt er hier ook via Austin Smith. De Zuid-Afrikaan. Vorig seizoen sleepte er 11 binnen namens Den Bosch. Dit is zijn eerste van het nieuwe seizoen. Corner van Smith. En hij weg te denken. Met Den Bosch. Pas de waarde dus. 2-0 ruststand. Dus ook aan de Oosterplas. En dan krijgt Galema op zijn heupen. Hier een mooie actie langs de rechterkant van het veld. Langs de achterlijn. En Galema denkt, ja, dat doe ik gewoon zelf.
3-0. Hij bekroont zijn debuut bij Den Bosch met een doelpunt. Jelle Galema, goede actie. Dito, afronding. Dat gebeurt 5 minuten na rust. De wedstrijd dus ongeveer gespeeld. Den Bosch krijgt dan nog kansen op 4-0. Hier Menini. Schot is hard zat, maar net niet genoeg richting aangegeven door de Argentijn. We hebben nog steeds 3-0. Nog een corner van Smith. Gepakt door Camille van Emstede. Het doel van Tilburg, ook dit seizoen. En Tilburg dat gaat nog iets terug doen in de slotfase. Hier Joep de Natris met een voorzet. Die belandt uiteindelijk hier voor de stik van Thijs Bams. Die schuift hem binnen. En daardoor komt een 3-1 stand op het bord. De eerste doelpunt is voor Tilburg in dit seizoen. De voorzet die wordt door heel veel mensen gemist. Maar niet door Thijs Bams. De Limburger zorgt voor de 3-1 eindstand vanmiddag. De Bos wint van Tilburg. Niet alleen Paul van As is terug op de rolgewoning. Dat geldt ook voor zijn zoon Seffi. Hij speelde de afgelopen 5 seizoenen bij Rotterdam. Hij is door zijn vader meteen benoemd tot aanvoerder. Eerste gevaar zondag kwam van Oranje Rood. Die met Huibrechts de bal de cirkel in. Niet goed verwerkt door HGC. En daar is Lucas Martinez. Ja, die kennen ze nog wel bij HGC. Die speelde vorig jaar namelijk in het blauw. Voor zijn nieuwe club Oranje Rood gelijk tref zeker. Na 14 minuten maakt hij de eerste treffer van het seizoen voor de Eindhovenaren. De leiding van Roger van Gent is. Koos Seins, een andere nieuweling van HGC. Het zijn er veel. Er is 9 nieuwe gezichten bij het team van Paul van As. Daar is hij, Ashley Jackson. Ook hij is nieuw. Nou ja, nieuw. Hij speelde al een tijdje bij HGC tussen 2008 en 2010. Dat betekent hier voor de 1-1 de Brit. Na zijn periode bij HGC terugging naar East Grenset. Engeland, zijn oude club. En ook nog even ijshockeyde. Een uitstapje maakte. Een andere nieuweling laat zich ook horen. Dat is Max Plennevaux. Hij scoorde voor zo'n 23 keer voor Polo in Spanje. En dit is een eerste voor HGC. Om de Belgische aanvaller. Een verrassende voorsprong dus voor het team van Paul van As. Maar dan oranje-rood met Bob de Voogd. Een mooie aanval van de Horst. Lanceert de Voogd. Die kijkt, ziet de verre hoek open liggen en haalt uit. 2-2. De Voogd klopt. Sam van der Ven, zijn teamgenoot bij het Nederlands elftal. Ze werden nog samen derde op de Champions Trophy afgelopen zomer. Nu dus tegenover elkaar. Opnieuw oranje-rood. En een gekraakt schot daar. Dat is het Stanzel. Die het doel onder vuur probeerde te nemen, maar deze poging mislukte. 2-2 bij rust. Heerlijke wedstrijd dus in Wassenaar. Dan HGC weer met in 2 instanties Koos Seins. Van die Koos Seins ook in zijn eerste wedstrijd dus gelijk trefzeker. Ook een Belg. Koos Seins komt over van Dering. Niet uit Veendam, maar de club uit België. Die ook Dering heet. 3-3 wordt het hier. Door Mink van der Weerde een snoeiharde corner. Zijn handelsmerk natuurlijk. Na 52 minuten. Hij is weer fit. Miste de Champions Trophy. Enkel blessure. Dus de naweeën daarvan. Nu is weer helemaal speelklaar voor zijn club Oranje-Rood. Dan hier een prachtige avond met Van der Horst die de bal hier terugkrijgt. Versneld over de linkerkant. Stuurt Huibrechts weg. Huibrechts kijkt. Geeft voor. En daar is de Voogd. Mooi afgemaakt. En weer een voorsprong voor Oranje-Rood. Het ging alle kanten op vanmiddag in Wassenaar. Prachtige voorzet van Huibrechts die heel mooi het overzicht bewaart. Een keurige afronding van de Voogd. Zijn tweede van de middag. En hier is Van der Weerde ook met zijn tweede van de middag. De 3-5. Al 2 keer raak dus voor de sleepspecialist uit Zomeren. Mink van der Weerde. Het slotakkoord was voor HGC. Hier met Seffi van As. Voelde weer vertrouwd om hem in het lichtblauw te zien. Hij vindt Dick Mulman. En Mulman zorgt voor de 4-5. Een doelpuntenfestijn in Wassenaar. Een heerlijke wedstrijd. Met uiteindelijk Oranje-Rood als winnaar. En de complimenten voor Paul van As. Na 9 jaar dus terug in de hoofdklasse Klein-Zwitserland. Tegen SCAC. Dit is de eerste minuut van de wedstrijd. De kans voor Martijn van Grimbergen. Die wordt gelijk benut. Hij passeert met een fraaie backhand. Doelman Oudekerke. En brengt Klein-Zwitserland tot vreugde van het publiek. Op een 1-0 voorsprong. En er is er net 1 minuut gespeeld. Goeie start dus van Klein-Zwitserland in de hoofdklasse. Via die treffer van Martijn van Grimbergen. Dan SCAC, dat vorig jaar op de 9e plek in de hoofdklasse eindigde, gaat iets terug doen. Hier een kans en een strafbal, veroorzaakt door Steven Reden van de Kloot.
Hij maakt de overtreding en dan is Thomas Vis oog in oog met doelman Koenen Schaper. En hij scoort en brengt SJC naast Klein Zwitserland. Dat allemaal in de 12e minuut. Dat was Koenen Schaper, de doelman van Klein Zwitserland. Dit is Koen Bijen, een van de aanvallers van Klein Zwitserland. Goede actie in de cirkel. Probeert Martijn van Grimbergen te bereiken, maar dat lukt niet. Dit is Carlos Castaño, bezig aan zijn derde seizoen bij Klein Zwitserland. Dit is Ties Kruijzen. Die ziet dat er een ruststand is van 1-1. En dit zijn beelden uit de tweede helft. Strafcorner voor SCAC. Goeie actie daar van Thomas Vis. En dan is het Tijn Kneteman die voor de 2-1 voorsprong voor SCAC zorgt. Een paar minuten na de rust. Hij passeert Koenen Schaper met een droge push in de hoek. Zo is het 2-1 voor SCAC. Dan Klein Zwitserland weer. Hoge bal. Komt terecht hier bij Wouter Rens, de aanvoerder. Goeie actie van Martijn van Grimbergen, maar Wouter Rens stuit op doelman Oudekerke. En dit is Maarten van Grimbergen, die zijn zoon ziet debuteren in de hoofdklasse. En hier krijgt Klein Zwitserland een strafcorner, want er is shoot gemaakt daar op de kop van de cirkel. Protesten nog van SCAC. Hier zien we dat moment, daar gaat de bal op de voet van een van de verdedigers van SCAC. En is het een strafcorner voor Klein Zwitserland. Daar hebben ze een specialist voor. De Argentijn Enzo Torossi. En hij pusht raak. En dan is het 2-2. Na zo'n 20 minuten in de tweede helft. Goeie push van Torossi. Hij passeert Oudekerke. En dan gaat Klein Zwitserland op zoek naar de winnende treffer. Wat zou het mooi zijn om het debuut in hoofdklasse gelijk te bekronen met een overwinning. Douwe Steens op Wouter Pastoor. En die haalt de strafcorner. Bal komt daar op de voeten bij Bas Appels. Protesten nog van SCC helpen niks. Weer een strafcorner voor Klein Zwitserland. Maar Torossi ziet dit keer een goede redding van Oudekerke. En zo blijft het 2-2. Spannend tot in de laatste minuut. Kansje weer, maar voor Wouter Pastoor. Maar een goede redding van Oudekerke. Het blijft 2-2. Dit is 3 minuten voor tijd. Koen Bijen. Met een overtalsituatie. Ziet in zijn ooghoek Ruben Versteeg. Die wipt de bal keurig over de doelman heen. En uiteindelijk is Daan Dullemeijer ook te laat. En is het Ruben Versteeg die het winnende doelpunt maakt voor Klein Zwitserland. Goeie paas van Bijen. Een afmaken is perfect natuurlijk van Versteeg. En zo wint Klein Zwitserland zijn eerste wedstrijd in de hoofdklasse met 3-2 van SCAC. Vreugde natuurlijk bij de spelers en ook het in grote getale opgekomen publiek. Hoge bal, Thijs van Dam die mist hem en Justin Reed-Ross pakt hem goed op. Reed-Ross, nu bal in de cirkel. Kansje misschien voor Amsterdam. Goed verdedigd de heer Turkstra daar. Oeh, enorme kans. Was dat daar voor Boris Burkhardt? Dit is Van Puffelen. Kansje nu, Algera. Jeroen Hertzberger met een kans. Hoho. Nou, eerste kans voor Rotterdam via Jeroen Hertzberger. Rowolf met een lange paas. Onderschept door Tarrant. Terrent nu richting cirkel van Amsterdam. Paasje is prima daar. De tip-in van Turner. Dat scheelde helemaal niks. Die kan op avontuur gaan. Glenn Turner. Hertzberger en daar de bal op de voeten bij Valentin Verga. Ja, ja. Tweede strafcorner is een feit voor Rotterdam. Met nog 20 seconden te spelen. Daar komt Jeroen Hertzberger met een push. En die gaat erin. Ja, ja. Het is 1-0 voor Rotterdam. Uitstekende push. Nu in de andere hoek. Maar er zijn protesten. We gaan het nog eens even kijken. Daar komt de push van Jeroen Hertzberger. Ik denk niet dat er veel aan de hand is. Zo is het 1-0 voor Rotterdam. Dat is dikgeslagen. De Rowolf vrij slag snel genomen. Turner in de cirkel. Nu Turner. Ja, hij krijgt de corner. In duel met Niek Merkers. Ten Rowolf is de eerste uitloper bij Amsterdam. Kijken of hij erbij kan komen. Maar Turkstra geeft die bal goed snel aan. Zodat Hertzberger tijd heeft om te pushen. Daar komt Tristan Algera dit keer. En een goede redding van de Wijkersloot. En daar kans voor Amsterdam. Via Lissone. Maar goed uit zijn doel gekomen door die Ingram. Van Dam. Met Reed-Ross voor zich. Gaat er makkelijk omheen. Goede actie van Thijs van Dam. Wipt die bal omhoog. Kansje voor Hertzberger. Nou, dat scheelde maar een haar. Het was 2-0 voor Rotterdam. Verga breekt op Kavanagh.
Alle Rotterdammers nu binnen 300 meter. Een kansje nu. En het is een strafcorner. Ja. Pruijser geeft hem aan. En daar komt Reed Ross met de push. En die zit er gelijk in. Ja, ja. Uitstekende push van Reed Ross. Half hoog. En Mark Ingram is kansloos op deze push van Reed Ross. En hij brengt de stand op 1-1. Na zo'n 2,5 minuut spelen in de tweede helft. Van Puffel is dit. Bal omhoog, ja, via een Amsterdamse stik. En is het een strafcorner voor Rotterdam. Aangegeven door Turkstra. Ik denk dat Hertzberger weer gaat pushen. Ja, daar komt Hertzberger. En een goede push, ja hoor. Nu in dezelfde hoek is het 2-1 voor Rotterdam. Uitstekende push van Jeroen Hertzberger. Hij brengt Rotterdam op 2-1. Ja, en daar moet Mirko Pruijser het veld uit. Na een overtreding, een tijdje terug, een actie. Ja, Pruijser die verbaast zich daarover. Maar het is wel een gele kaart. Dus 5 minuten straf voor Mirko Pruijser. Dat kan Amsterdam natuurlijk helemaal niet gebruiken. Terwijl er nu een snelle counter is van Rotterdam. Glenn Turner kan niet bij die bal. Oog en oog met Jan de Wijkersloot. Dat moet een goal zijn. Oh, wat een kans voor die Glenn Turner, zeg. Normaal maakt hij deze ballen wel. Oog en oog met de Wijkersloot. Maar die bleef heel goed kijken naar die bal. Maar het had eigenlijk 3-1 moeten zijn. Maar nu een kans voor Jan-Willem Buissant aan de andere kant. Met Murray. En hij krijgt een strafbal. Jazeker. Hier speelt hij die bal een beetje langs. Ja, het is, ja, je kan hem geven. Ze geeft hem ook. Reed Ross tegenover Ingram. Nee, hij stopt hem. Oh, goede redding van deze Mark Ingram. Een zwakke inzet van Reed Ross. Normaal is hij meedogenloos bij die strafballen. En ja, uitstekend gestopt door Ingram, mag je wel zeggen. En zo blijft het 2-1 voor Rotterdam. Wiegert Schut met Kleinsman voor zich, gaat eromheen. Mirko Pruijser, nu de cirkel in met de Turkstra. Krijgt de bal op de voeten, ja hoor. Oh, simpel, heel makkelijk die corner verdiend voor Amsterdam. En daar het eindsignaal van scheidsrechter Hembrecht. Dit is het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Een strafcorner voor Amsterdam. Buissant met het aangeven. Dan komt Reed Ross. Ja, pakt hij hem. Nee, hij pusht hem naast. Hoho. En dat betekent dat Rotterdam deze wedstrijd wint. Hier zien we Reed Ross. Ja, hij baalt ervan. Hij vindt dat hij gefaald heeft. Maar Rotterdam is hier de overwinnaar van deze topper tussen Rotterdam en Amsterdam. Naast Arthur van Doren heeft Bloemendaal nog twee belangrijke nieuwkomers gestrikt. International Jorrit Kroon werd losgeweekt bij HGC en Maurits Visser kwam over van den Bosch om Jacob Stokman op te volgen in het doel van Bloemendaal. Visser moest hier gelijk in actie komen op een schot van Valentijn Charbon. Een van de nieuwelingen bij Almere, hij kwam over van Laren. Bloemendaal heeft natuurlijk nog steeds een corner. Tim Swaan. De eerste poging werd gekraakt door Juri Beck, nog altijd de keeper van Almere. Het Almere van deze Pasha Gademan, ook dit seizoen op de bank. Bij de ploeg uit Flevoland voor zo'n play-offs nodig. Play-outs beter gezegd om zich veilig te spelen. Dat lukte via 3 duels. Er Hurley verslagen. Een kans voor Thierry Brinkman van Bloemendaal. Bloemendaal afgelopen seizoen tweede geworden in de reguliere competitie. Maar miste alles. Liep de finale mis van de competitie. En pakte ook geen ticket voor de ENL. De prijs die het afgelopen seizoen won in eigen huis. Geen Europees hockey dus voor Michel van der Heuvel en zijn mannen. Wel kansen tegen Almere. Hier Janiek van der Drift. Met een kans op de openingstreffer. Opnieuw een kans op de openingstreffer. Maar opnieuw geen goal voor Van der Heuvel en zijn ploeg. Dan Almere dat ook kansjes krijgt. Hier een strafcorner in de maak. Daar hebben ze natuurlijk Stijn Jolie voor bij Almere. Zou je denken. Want dit is Terrence Pieters. Hij opent de score. Verrassend dus Pieters achter het cornerkanon van Almere. 29 minuten gespeeld. 1-0 voor de thuisploeg. Terrence Pieters is de naam. Hij miste de Champions Trophy nog door een blessure in het Nederlands elftal. Nu heeft hij iets meer geluk aan het begin van het nieuwe seizoen. Dan ook een corner voor Bloemendaal. Daar hebben ze natuurlijk ook meerdere wapens voor. Tim Swaan hebben we al gezien. Maar Arthur van Doren kan ook corners nemen. De Belg niet alleen belangrijk als veldspeler. Maar ook hier met een geslagen corner. Hier Arthur van Doren dus met de geslagen corner de 1-1. Dan krijgt Bloemendaal nog een corner hier met Tim Swaan. Deze poging wordt gekeerd door Beck, doel van Almere. En Wieser probeert het nog op een kunstige manier. En het nieuwkomende Stichtse heeft geen doel.
Nog altijd 1-1 dus. Hoewel wel de betere ploeg krijgt meer kansen. Na de rust hier Florian Fuchs. Komt rakelings voorlangs aan het doel van Beck. Maar Bloemendaal had het vizier niet helemaal op scherp staan in Almere. Almere een geduchte tegenstander voor de ploeg van Michel van der Heuvel. En Almere capituleert wel. 3 minuten voor tijd is het namelijk Yannick van der Drift die de 2-1 aantekent. Net als vorig seizoen, toen scoorde Bloemendaal in de extra tijd de winnende 2-1. Nu is vlak voor tijd weer de 2-1 voor Bloemendaal. Bloemendaal dat dus de spannende slotminuten tegemoet gaat. Maar Almere krijgt nog een kans. Hier met Stijn Jolie. Bloemendaal wil daar een corner hebben. De scheidsrechter is er niks van weet. Het spel moet dus gewoon doorgaan. Almere dat uitkomt via de rechterkant van het veld. Dit oog kansrijk voor de ploeg van Pasja Gademan. Jawel, leveren die corner. Daar zijn ze blij mee natuurlijk. Leveren. De ultieme kans op de gelijkmaker. Heuvel baalde op het vorige moment. De Drinkman die op zijn hakken werd gelopen. Althans, dat is de lezing van Bloemendaal natuurlijk. Hier Almere met een kans met Stijn Jolie. Nee, hij deed het vorig seizoen, deed het zo vaak. En nu in twee instanties lukte hem het niet. Het blijft 2-1 voor Bloemendaal. Bloemendaal begint het seizoen dus met 3 punten. Moeizame zegen op Almere.